Dag dames en heren. Ja, we hebben weer een gezellige persco gehad gisteren. Ik heb niet naar gekeken, by the way. Ze hadden toch niks te melden, want dat lekt altijd netjes uit van tevoren. Zo gaat dat tegenwoordig. En ja, stonden ze weer de aaltjes. Oh, ik word een beetje moe van. Die avondklok, die gaat natuurlijk gewoon verlengd worden. Laten we daar niet moeilijk over doen. En ja, ze zitten nog steeds in de overdrive met propaganda. En om even gewoon een simpel voorbeeld te geven. Dadelijk racen we even door het NOS-artikel heen. Ja, het zit mij niet lekker. Dat zal je niet verbazen, die hele avondklok. Het is gewoon principieel een druppel die de emmer doet overlopen, bij wijze van spreken. Hoe durven ze? Schandalig. Eerste lockdown, hè, daarvoor natuurlijk al die monddoekjes terreur, die anderhalve meter onzin. Blijkbaar krijgen ze het niet voor elkaar om die mensen goed te beschermen die een groot risico lopen in het ziekenhuis te belanden. En op de IC's en zo, ik ken het hele verhaal wel. Lukt ze niet. Kan niet. Ze zijn gewoon niet capabel. En dat geven ze tegenwoordig ook gewoon toe. Hè, ruiterlijk. Ja, fout op fout op fout. Jammer, jammer, jammer. Maar we doen ons best om het te voorkomen de volgende keer. En we geven het gewoon eerlijk toe. Nou, dat is heel wat voor politici inderdaad. En ze doen natuurlijk alles aan om het dan te herstellen. Ja. Ja, 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 ja. Maar ja, wat moet je ervan, zeggen? Het wordt maar erger en erger en erger. En ze gaan gewoon verlengen, terwijl het geen zak zin heeft. Het is gewoon, we worden genaaid waar we bij staan. En in plaats van dus die zwakkere goed te beschermen, moet iedereen bloeden. Psychisch, economisch, sociaal, maatschappelijk, moeten allemaal kapot. Omdat een paar mensen, nou ja, het is niet alleen incapabel. Dit is precies de bedoeling. Anyway, goed, daar gaan we dan. Hey. Over propaganda gesproken. 4.438 nieuwe besmettingen. Het gaat gewoon van hot naar her. Het is gewoon van de afgelopen paar weken. En dan, oh, RIVM. Dat is heel weinig. Wanneer was dat? Zondag. Mooi. Oh ja. Er zijn de weekendcijfers meestal nog niet meegenomen. En bij de KKD zijn ze niet zo goed met systemen. Oh ja. 4.774. Ja, ja, ja. Kijk, mooie plaatjes erbij, hè, van vaccins. Moeten we vooral aan geloven. Ja, ja, ja. Die gaan ons leven redden, dames en heren. Ja. Mm-hmm. Even kijken. Nou ja, ik hoef het dan niet meer te noemen. Hè. Oh ja, oh, hier. Oh, wat laag. Nou. Kijk, een transfer bij een teststraat, zo te zien. En dan gaan mensen in de drive, in de drive-thru. Om even zo'n wattenstaafje in hun hersenen te laten roeren. Nou, mij niet gezien. Ik heb de vraag. Ik had soms weer op kantoor werken en dan een keer hoesten, per ongeluk. Ja, kan gebeuren, hè? Droge lucht, kantoor. En dan word je meteen even... Komt er iemand naar je toe, hè? Ben je getest? Ben je wel getest? Oeh, ben je wel getest? Nee, niet getest. Nee. Want ik heb geen klachten. Waarom zou ik me laten testen? Ik heb geen klachten. Hè? Maar nee, dat is echt... je moet oppassen tegenwoordig. Een keer hoesten en je wordt al verdacht. Leuke tijden, hè? Leuke tijden, heerlijk. Lucky to be alive. RIVM. Oh, meer dan gemiddeld. Oh, meer dan gemiddeld. Er zit er wel eentje. Oei, oei, oei. Daar gaat hij. Ook kinderen zijn de dupe. Yeah. Heb je het gehoord? Yeah. De basisscholen gaan weer open. Ja, ja. En dan hebben ze prachtige maatregelen verzonnen. Waar kinderen zich natuurlijk niet aan gaan houden. Dat is totaal niet realistisch. Groepjes daar en bubbeltjes zus. Ja, ja, natuurlijk. Anyway, was weer minder dan gemiddeld. Oh, nog een lichte daling. Het is, plaatje heb ik al een keer gezien. Zou dat dan een kopie zijn? Geen idee. Hier, oh, nauwelijks daling. Oh, epidemie, ernstige fase. Ja, ja, Britse variant, hè. Nou, dan krijgen we nog natuurlijk de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse. En wie weet nog wat. God weet wat nog meer allemaal. Ze verzinnen het gewoon waar ze bij staan. Ja, weer wat minder en weer wat meer. Hè? Mag een ontje meer zijn, een ontje minder. Oh, trenddalende. Nou, trenddalende. Ja, 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 geweldig. Nou, het gaat maar door. Hè? Dus heb je een beetje beeld. Hè? Je krijgt het dagelijks op je afgevuurd, al die bullshit. Oh, ja, nou, dat was het dan even. Hè? Ik kon wel doorgaan, maar op een gegeven moment moet je een punt zetten. Dan, Rusland. Eventjes Department Buitenland. Hè? Navalny. Knap wat hij doet. Ik bedoel... vergiftigd, overleeft het, bewonderenswaardig. Dat was niet de bedoeling, hè? Dus, dat was duidelijk. En wat denkt hij? Ziekenhuisje uit, lekker in Duitsland, even bijkomen en ja, terug naar Rusland. Want daar komt helemaal goed als hij terug naar Rusland gaat. Nee,
dat gaat niet goed natuurlijk. Waarschijnlijk wist hij ook wel dat hij opgepakt zou worden. En nou heeft hij een beetje lullig. Had zich niet gemeld, want hij lag in coma. Dus krijgt hij gewoon een voorwaardelijke celstraf die hij eerder had gehad. Krijgt hij nu gewoon uitgevoerd. En moet de bak in. En er zullen wel een paar showprocessen volgen. Want Poetin, die zit niet zo heel lekker meer in het zadel, blijkbaar. Misschien is het wel met zijn gezondheid. Of nou ja, begint toch wel een beetje oud te worden. Dus we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar waarschijnlijk gaan ze deze meneer zo lang mogelijk zijn mond snoeren. Jammer. Ja, en dat is natuurlijk wat mensen zeggen. Hè? Als ze zeggen, we leven hier in het Vrije Westen. De Vrije Westen, je kan hier nog oppositie voeren. Ja, er zijn gradaties, dat klopt. We leven helemaal niet in een vrije wereld. Nergens. Praktisch nergens, ja. Een paar stammen in het oerwoud. We leven nog in enige vrijheid. Net wat je kader is natuurlijk. Nee, je moet niet denken dat wij hier superieur zijn aan Rusland. Hè? Omdat het hier allemaal wat meer verborgen is. Hè? Wat subtieler. De propaganda is net zo grootschalig als in Noord-Korea, in Rusland, in China, waar dan ook. Je moet het wel zien. Dit is NOS staatspropaganda. Oh, hey, Franse avondklok heeft geen duidelijk effect. Nee, goh, hoe zou het komen? Die hele avondklok lijkt mij alleen maar ingevoerd om de jeugd een beetje in toom te houden. Dat zou je ervan kunnen zeggen tenminste. Het is natuurlijk belachelijk dat ze het doen. Het doet terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetters. En nu zijn we bezet door die enemy within. Die worden, hoe zeg je dat? Nou ja, de loopjongens en meisjes daarvan. Dat zijn dan Rutte en Co. Zo moet je het even zien. Dat is de hoogste macht. Natuurlijk niet. Er zitten wat laagjes boven. Vertegenwoordigers, dat woord zocht ik. Ja, goed. Anyway. Oh, grappig trouwens. We hebben die avondklok nodig. Hoe fout wil je het hebben? Deze pannenkoek, die met zijn eigen grootmoeder stond te knuffelen op zijn bruiloft en een paar van die journalistiek fotografen die dachten, ha, dat is mooi, dat is een leuke foto. En ja, billen bloot, hè, en dan denkt hij nog steeds geloofwaardig te zijn, deze idioot. En dan wordt hij natuurlijk door Mark Pinocchio de hand boven het hoofd gehouden. Ja, dat moet je wel zeggen. To avondklok or not to avondklok. Hoe lang is deze onzin al gaande, hè, lieve dames en heren? Nou, ik begin af te ronden, hoor. Kort filmpje. Gewoon kort. Even kort. My hometown. Hé, hey, Eindhoven. Ja, ja, ja. Nou, dat is reuze gezellig. Gelukkig was ik er niet op dat moment. Had zomaar kunnen gebeuren, hoor, per ongeluk. Want ik moet wel eens even naar de stad. Maar goed, rellen dus. Niet alleen in Eindhoven. Nog meer plekken. En ja, er zit gewoon een bepaald percentage mensen in Nederland. Die vindt dat leuk. Hey, die houdt ervan om af en toe wat geweld te plegen. Politie te bekogelen, zwaar vuurwerk te gooien, et cetera, et cetera. Er zijn een hoop Mongolen, zo kun je ze noemen. Dan heb je nog een stelletje meelopers. En je hebt waarschijnlijk ook een paar agent-provocateurs, zoals gewoon. Hele leuke soep krijg je ervan. Vooral als je politieman bent, niet echt een pretje om dat te moeten werken. Zeker als je ook nog eens, god mon dieu, besmet raakt. 13 en meer besmet. En dan even de beeldvorming, hè, want je hebt heel veel mensen die lezen alleen de kop denken zo. 13 en meer is besmet door die rellen. Moet je nagaan. Hè? Dus dan krijg je aanrellen. En dan krijg je ook nog eens daarna als kerst op de taart. Dan krijg je de corona bij. Door je werk. Maar dan staat er dan. Besmet. Ze zijn besmet geraakt. Wat stond er nog weer? Even kijken. Of zij daadwerkelijk tijdens het optreden tegen relschoppers met besmet zijn geraakt. Is volgens de politie niet onderzocht. Dus, als je al die mannen lekker met z'n allen in zo'n ME-busje stopt, hè, en zegt, mannen, we gaan dadelijk eventjes optreden tegen relschoppers. Ja, als ze daar niet anderhalve meter houden, en dat lijkt me lastig in zo'n busje, dan kun je wel eens dat er een bij zit en denkt, oh, shit, en de hele zooi is besmet. Nou, fijn. Goed, hebben de relschoppers het weer gedaan natuurlijk. Anyway, er zijn gewoon een hoop van die kutjong. Wat mij betreft mogen ze op zich hard aangepakt worden, maar je moet ook niet zo moreel verontwaardigd doen allemaal, jongens. Al die emotionele reacties, ja. Die mensen zijn er, ja. Die geven er geen zak om wat andere mensen ervan vinden. Die hebben gewoon even een kick, hè. Die doen een stuifje en die drinken wat en die gaan lekker rellen. Ja, die heb je gewoon. Jammer, het is zo. Doe je niks aan. Nou, nu ga ik afronden, hoor. Canada, nog een stukje buitenland. Even buitenland, ook gezellig. Canada wijst Proud Boys als eerste land ter wereld aan als terreurgroep. Nou. Dat was ook een beetje te verwachten, hè? Dus heel die Trump-massa, je kunt het Republikeinen noemen, maar dat klopt niet helemaal. Een bepaald deel van de conservatief Amerika,
die nogal achter Trump stond. En die balen ervan dat nu Biden er zit. Hè? En ja, dat is ook weer zo'n tafereeltje geweest natuurlijk. Capitol Hill en ook wat agent provocateurs, et cetera. Maar goed, domestic terrorism. Dat is nu het nieuwe woord. Hè? Want de war on terror is... Ze proberen maar zo lang mogelijk te rekken. Het gaat allemaal samen hoor, met de climate change shit en de war en de virus. En natuurlijk, hoe meer wars, hoe beter. Hè? George Orwell, lees het maar. Mooi boek, 1984. Maar dat komt al zo vaak gezegd. Anyway, dit is maar het begin. En wat ze daar natuurlijk ook gaan doen, en dat roept ook al jaren. Maar ja, soms gebeuren dingen wat sneller, soms niet zo snel. Mensen die dan als complotwappies worden weggezet, die krijg je dan ook, worden ook in het hoekje geduwd. Je moet op gaan passen wat je op het internet gooit. Niks nieuws onder de zon. Lieve mensen, dat was het. Tot de volgende. Cheers.